Hey guys. Zoals jullie kunnen zien is het niet het beste weer. Het is een beetje aan het regenen vandaag. Regenen, stoppen, regenen. We zijn onderweg naar school. Ik weet niet of ik jullie al verteld, maar ik was eigenlijk al afgestudeerd. Ik ben afgestudeerd in toegepaste informatica aan de Karel de Grote Hogeschool. Maar ik heb me bij ingeschreven bij accountancy en fiscaliteit. Oké, ik weet het, dat klinkt echt mega saai. Maar er is een reden voor. Dus ja, ik snap helemaal niks van boekhouden. En aangezien ik bezig ben met mijn start-up, dacht ik dat het wel een voordeel zou zijn als ik daar toch een beetje kennis in zou opdoen. En dus vandaar heb ik mij bij ingeschreven bij accountancy en fiscaliteit. Terug thuis. Ik weet niet of de schermen al zijn aankomen, maar ik zag net een auto van DHL voorbij rijden. Dus ik weet niet of die al zijn geweest of dat die nog moeten komen. Ik hoop dat het al thuis ligt en als het niet thuis is, is het nu komen leveren. Het pakketje is aangekomen. De schermen zijn aangekomen. Mooie iPhone. Housing. Dus die ga ik straks op mijn eigen iPhone installeren. En kijken hoe die marcheert. Maar hij is wel echt super mooi. Een anderhalf uurtje later is hij klaar en hij ziet er fantastisch uit. Zo blij met mijn nieuwe iPhone. Hij ziet er echt nice uit. Echt, ik weet niet, precies mijn iPhone is helemaal gepimpt. Oké, dat is nu in orde. We gaan die nu goed testen. En misschien als het allemaal goed marcheert, kunnen we dat ook aan onze klanten aanbieden. Ja, je mocht ook altijd feedback geven als je denkt dat dat iets is dat interessant zou zijn of niet. En nu zijn we weer al onderweg naar een klant in de Grand Bazaar. De klant in kwestie werkt in de winkel daar en heeft gevraagd of ik de herstelling daar in de winkel kon uitvoeren. Dus ja, dat gaat misschien wel een beetje raar zijn terwijl de mensen aan het shoppen zijn, maar hey. Ik denk weer al goede reclame zeker. Als ze mij dat zien doen, gaan die misschien vragen van hey, wat ben jij aan het doen? Dan zeg ik, pairing phones. Dus ja, we zijn nu onderweg naar daar. This is a Tricky Beat production. Right, we zijn er bijna. Dus we gaan eens kijken of er een plekje is waar we de iPhone kunnen herstellen. We hebben een plekje gevonden, een stoeltje en een tafeltje, meer hebben we niet nodig. En deze is de beschadigde iPhone. Zo, weer al een gelukkige klant. Weer al een smile op mijn gezicht. Makes me happy. Ja, alles ging goed. Weer al iemand kunnen helpen. Dus daar draait een beetje om. Hè. En ik had mijn telefoon laten zien. En ja, die klant was echt zo, wow, dat is kei cool die telefoon. Bla bla. Ze zei, ja, ik denk wel dat veel mensen dat zouden willen. Dus, ik weet het niet. We gaan zien of ik nog veel goede reacties erop krijg. En dat we dat misschien mee als een optie kunnen meegeven van, voor mensen die dat willen. Het enige nadeel is dat echt wel veel werk is. Je bent er echt super lang mee bezig. Dus ja, dat gaat wel iets duur zijn. Dus ik denk ook niet dat dat voor iedereen zomaar weggelegd is. Maar, we zullen zien, hè. We zullen zien of er nog interacties zijn. En dat zien we wel. En dat is denk ik ook het toffe dat ik zo vind aan zelf nog herstellingen uit te voeren is. Je komt echt bij de klant op bezoek en ik weet niet, je krijgt zo die directe feedback. En die directe feedback is echt belangrijk. Ik vind dat toch persoonlijk belangrijk. Ze zeggen altijd dat je een soort van prototype moet hebben van je businessplan. Of een soort van most valuable product. En om eerlijk te zijn, denk ik dat ik mezelf die herstellingen uitvoert, de MVP, de most valuable product is om af te testen of de markt hier klaar voor is.
En ik denk van wel, dat is wat ik doe. Dus hopelijk kunnen we dat later in de toekomst scalen. En dan kan mijn start-up helemaal naar top gaan. Dus dat was het voor vandaag. Ik ga de vlog afsluiten. Moesten jullie nog vragen hebben, hebben jullie comments? Jullie eigen mening over die iPhone, hoesjes, case er rond. Mogen jullie altijd hier beneden droppen. Moesten jullie andere vragen hebben, mogen jullie altijd gewoon hier beneden antwoorden. En dan probeer ik op de comments te antwoorden. Salut!